En mensen die politiek anders denken, mensen die doorgaans als goede boys van het buitenland regeren, mensen die de kolonisator zich laten misbruiken, loopjongens van ons voormalig moederland, zijn niet vrij. Zijn niet vrij in hun denken. Ze hebben de witte man in hun hoofd. Ze kunnen zich niet voorstellen dat wij mensen gelijk en gelijkwaardig zijn. Zij denken nog steeds dat zij slaven, vrijgekochte slaven, dat zij landarbeiders nog steeds van de kolonisator zijn. Hun enige politiek voering is valse en leugenachtige berichtgeving lanceren. Valse en leugenachtige berichtgeving om ons van ons werk af te houden. Om ons van het vele werk afvoeren we om ons toe. Heer D. Dit is veel nieuws gekomen. Bijna we af uur niet bezig. En bel. Als aan het toe, jongen. Bier is aan het toe, jongen. Eén maar briefje, jongen. Werkelijk, jongen. Aan het toe. Terwijl we moeten gaan werken. En de dag die hebben overhand. Maar wat denk je vanaf die net die? Afvat de wanneer, als zo af. Met nog 90 dagen voor 25 mei, laten we ons niet laten afstoten van onze stoel. En zoals wij gewoon zijn, gaan we ook voor ze bidden. Zoals wij zijn, gaan wij ze ook liefde geven. En sommige van ze die gek zijn, die gaan we een spuitje geven. En de patjalau matrasi ernstig. Wat ze moeten doen in plaats van al dat fake news en zich voorbereiden op de verkiezingen, laten ze hun beleid uitleggen. Laten ze zeggen wat ze gedaan hebben. Laten ze zeggen wat ze van plan zijn te doen. Laat ze zeggen wat zij tijdens Front en Nieuw Front hebben gedaan. Laat ze dat zeggen. En ik durf te wedden dat wij alleen in deze periode, in haar periode 2015-2020, Boutersen Adien meer gepresteerd heeft dan in al de drie termijnen Front, Nieuw Front. Het enigste wat ze gaan zeggen, Ramon Klap Ashwin, Corona de Israël, Boutus Gwanga want tas na 100 miljoen, Dilip is eigenaar van de dam, de Afobagadam is gescheurd, Boutersen ligt in die kerie in het ziekenhuis. Peggy Boutersen heeft 50 miljoen in Zwitserland. De stembussen gaan waarschijnlijk met een Russische helikopter worden genomen. Welkom tegen Evadé Sovara, Adama Santakasani, dat Juna eerste smaak met actie gonna. In a heli, make you go take the stambus, you na ka obi na ka OAS, no one trust tomorrow, I mag free, gratis. Ma if you no go, you na ba lafart, if you no go, you na ba lafart, jamen no do ki ei, tak you if a de so, tak resis helicopter, want dan best wel change wat terug naar toe mag hoe gebergd. Jong wat ik de Juno. Anders ben je een lover. Fake news komt van
demand that we create a fake news. En in de afgelopen periode, dames en heren, mino waaier en noa bewijs, de mag taxa de wani, de mag konen om een verklaring, want if de sanisa ushi drape, als die dingen inderdaad, al die berichten die we gelezen hebben, if abede inderdaad fake news, dat taigi mi, in hemelsnaam, zei de Mekki, meneer Noor Mohammed, maar meneer Noor Mohammed, heeft het volgende gezegd aan de mensen die voor hun bezig zijn op social media. If na fake news, zei de met Noor Mohammed Taki, ik haal zo meteen een aantal personen uit deze appgroep. U zal opnieuw een verzoek bij mij kunnen indienen voor aanmelding in deze groep met ID-kaart, nummer en alles en al. Dat want taggy, leef van Brana Sloten, dat je de bakana. De man die bezig voor Soekosumanasma zal aan zeer azadi zien, of althans, een zogenaamde mol. De afgelopen periode, de man zeer een aantal fake berichten. Alle de berichten die zien, they can tax the money to hell with them. Het komt uit de koker van hun. De maas heer van bericht. 3000 miljoen Amerikaan dollar. Reserves bij de centrale bank gestolen. De maas heer. En dat kan ook nu. Is dat om een jaar in de metagono dat die 10 leesuur wordt verkocht aan Chinezen. Aan ons heren, de Montaigono, dames en heren, aandelen van staatsolie aan China. De Montaigono, Dagi, SLM wordt verkocht. De Montaigono, alaste wan, daar moest ik even om lachen, pipi. De Montaigono, Abraham Sklapi. De man tagi, lembo en rampa neerde wat ramoef dem chiboy. De man tagi, Russische helikopters worden ingezet voor stembesfraude. De man dat de dam zo verkocht worden, stembiljetten, DSB, kartkom. En wat belangrijk van de man tagi, de man dat EID, daarmee gaan we manipuleren, is dat in Suriname stemmen, dames en heren, niet eens elektronisch. Dat van in hemelsnaam, you are going naar hokje, kleur je doei doei. Wat ik tegen u wil zeggen is, maak je bos maar nat. Want deze jongens, vooral na vandaag, gaan ze nog agressiever worden. Na vandaag, wanneer ze zo desperate geworden zijn. Kan ik u de verzekering geven dat de ma ook worden giftig? Ze gaan nog, joh, hier een more fake news. Maar ze hebben wat actie na, no last freebie. Luister naar de officiële instanties. Luister naar je partij. Ga naar welke ervaring je hebt naar je partij. En no last freebie. En boy, je leeft. En boy, je leeft. No man. Ja, ik heb niet dat. Nee, dat moet je leeg. Met dat